Goedemorgen iedereen, mijn naam is Vincent. En ik ben Eline en wij zijn onderweg naar HTG. Voor wie HTG niet kent, het is een internationaal vooropstaand distributiebedrijf dat zich specialiseert in de drank en de beauty and health. Dus dingen waar HTG zich mee bezighoudt zijn de value chain, e-commerce, maar ook CSR en tech. Het is dus een super divers bedrijf en wij gaan jullie een kijkje in de keuken geven. Maar dat is wat HTG nu is. Echter zit achter de stuur Vroni van HTG. En Vroni, ik ben heel benieuwd, waar staat HTG dan over 10 jaar? Hi, ik ben Vroni. Goeie vraag. HTG over 10 jaar. We zijn natuurlijk een groot bedrijf, grote ambitie. Dat betekent eigenlijk dat we over 10 jaar ook 10 keer zo groot willen zijn. En een omzet van 10 miljard hebben. Nou, hoe gaan we dat doen? Enerzijds door overnames van andere bedrijven en anderzijds met onze eigen mensen. En daarom is het ook zo leuk dat jullie er vandaag zijn. Want we hebben altijd veel starters en young professionals, dus we geven jullie graag een kijkje in de keuken. Super, leuk! Maar we zijn er ook al bijna, dus laten we binnen lekker verder praten. Nou, welkom in onze Student Office. Dankjewel. Wat gebeurt hier precies? Nou, in deze ruimte zitten onze studenten en afzeers die onder andere werken aan een marktonderzoek. Oké, en wat gebeurt er nou als je bijvoorbeeld na je stage hier wil blijven werken? Nou, er gebeurt eigenlijk best wel veel en daarom hebben we voor onze young professionals een onboardingprogramma ontwikkeld. Dit richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, natuurlijk ook een stukje fun, zodat je je bedrijf en de collega's goed leert kennen. Oké, super nice. Ik stel je graag voor aan mijn collega Colin, die kan veel meer vertellen over zijn beginfase bij HTG. Hey, Vincent, kom maar. Colin, dankjewel dat je tijd voor ons wilde vrijmaken. Geen probleem, leuk om hier te zijn. Als ik het goed heb begrepen, ben je als starter hier begonnen. Kun je daar iets meer over vertellen en over de eerste paar maanden? Dat klopt inderdaad. Ik ben hier als starter binnengekomen op de finance afdeling. Ik ben via LinkedIn benaderd en dat was eigenlijk vrij snel allemaal rond. Okay. Toen ben ik hier begonnen met het onboardingsprogramma, waarin je gewoon heel veel leert over het bedrijf, de verschillende afdelingen en de mensen die er werken. Dat geeft gewoon direct een heel goed gevoel en vertrouwd gevoel met het bedrijf en met de mensen met wie je op dagelijkse basis gaat samenwerken. Dus dat is super divers eigenlijk? Het is heel divers, omdat je niet alleen maar op je eigen afdeling richt, maar het hele bedrijf leert kennen. Nou, dat was dus het onboardingprogramma. Hoe waren je eerste maanden hier op de finance afdeling dan? Nou, als je hier als onboarder op de finance afdeling binnenkomt, dan begin je bij financiële administratie. Daar leer je eigenlijk alle processen binnen de financiële afdeling kennen. Juist. Van daaruit krijg je een buddy toegewezen. En daarmee groei je eigenlijk uit tot volwaardig controller. En dat ben je dus nu? En dat ben ik nu. Er is binnen HTG natuurlijk veel meer dan finance. Dus ga vooral ook eens met Vincent en Marinko praten. Want zij kunnen je nog veel meer vertellen over de core business van HTG. Oké, gaan we doen. Hoe zag het afgelopen jaar voor jullie eruit? Het was een mooi jaar voor ons. Samen met Marinko zijn wij verantwoordelijk voor de afdeling HTG Liquors. Wij doen met z'n tweeën doen wij Azië. Dat hebben we onderverdeeld. We kopen in en we verkopen drank. En dat consolideren wij in ons eigen magazijn en vervolgens verkopen dat weer over de wereld heen. Dus dat klantbeheer, hoe doen jullie dat precies? Wij zijn beide verantwoordelijk voor ons eigen klantportfolio. En dat onderhouden we met basisdingen als telefoon, e-mail. Heel veel via WhatsApp ook tegenwoordig en via de chatprogramma's van China. We gebruiken alles tegenwoordig. Maar daarnaast gaan we ook veel op reis. Dus zijn we zo'n 4-5 maanden per jaar sowieso wel op pad inderdaad. Zitten we in Azië. En dan vlieg je naar Azië, dan vlieg je naar Laos, vlieg je naar Cambodja, dan vlieg je naar Thailand, vlieg je naar Maleisië. Soms hals over kop, en dan heb je binnenlands ook nog vluchten, weet je wel. Ja, precies. En dan ontmoet je weer mensen en die sturen je weer ergens anders heen. En dat doe je regel je ook zelf trouwens. Dus ook weer, je hebt niet dat iemand tegen jou zegt, dit is jouw reis. Nee. Je plant je eigen trip in elkaar, zeg maar. Wat ik zelf graag doe met klanten is dat je niet gaat voor het kantoor, maar dat je eigenlijk gaat voor om iets te ondernemen. Maar het is voornamelijk onderhouden van de relatie, wanneer je daar op bezoek gaat. Ja. Want het vinden van nieuwe mensen is heel moeilijk. Mensen kiezen op basis van emoties. De relatie en uiteindelijk ook de afterservice. Ja. Want uiteindelijk is de prijs niet zo'n dealbreaker, zeg maar. Hoe is het om te werken bij HTG? Het is een hele leuke werkgever. Je hebt veel vrijheid. Vrijheid voor ontwikkeling op persoonlijk vlak, maar ook op werkvlak. Je wordt niet bij de hand aangenomen, je moet jezelf je weg zien te vinden. We werken veel jonge mensen, we hebben een voetbalteampje met een paar jongens. Je kan sporten in de pauze en dat doet ook iedereen, dus dat is ook superleuk. Ik zoek nog iemand die me iets meer kan vertellen over het logistieke deel van HTG. Waar moet ik zijn? Dan moet je bij Rommert zijn, een hele leuke kerel, die staat in de loods. Oké, ik ga er naartoe. Is goed. Zeg Rommert, waar zijn we en wat is dit? Nou, dit is de autostore en alle robotjes die je hier ziet rijden, dat zijn automatische orderpickers. Aha. Dus wat ze voor ons doen is heel snel alle orders bij elkaar verzamelen. Kijk, tijd is natuurlijk kostenpost nummer 1 in de logistiek. Uiteraard. En het blijft altijd de uitdaging om alles zo snel mogelijk te doen, maar ook goed. En met innovaties die we hier bij HTG hebben, kunnen we mogelijk maken dat we voldoen aan alle mensen van ons plan. Wat doe jij precies binnen HTG en wat zijn jouw persoonlijke uitdagingen in je baan?
Nou, mijn taak is eigenlijk het begeleiden van de supply chain, waarin je veel moet puzzelen, stressbestendig moet zijn. En de logistieke kant van HTG is sowieso heel erg uitdagend. We hebben te maken met een steeds veranderende markt, met alle bijbehorende innovaties. En mijn uitdaging is om continu de logistieke processen daarop af te stellen. Nou, dit was hem dan. We zijn weer onderweg naar huis. Ik vond het een super leerzame en leuke dag met dingen die ik van tevoren niet had verwacht. Waaronder de autostore in het distributiecentrum, maar ook het internationale aspect wat ons werd verteld dat je dus ook vaak op reis moet. En wat ik heel gaaf vond, was om te zien hoe complex het allemaal was. Er waren zoveel functies en zoveel mogelijkheden om te groeien en hoe alles dat in elkaar steekt. Er zit zoveel meer achter dan ik had verwacht en dat vond ik dan weer heel gaaf om te zien. Ja. Dus, vond je deze video leuk? Geef het een duimpje of een like of whatever en we zien je in de volgende vlog. Doei!